wakker zijn we mee, met mijn dek kom. Ze wacht die ding. Met Deco, we wachten in. Over de gevangenneming. Er is gevangenneming daarin. Oh, het hof is aan het woord geweest. En binnenkort komt dan het pleidooi en dan zien we hoe de zaken verder gaan. Ja, had u deze yes? Eis, hoe kwam het over toen de PG aan het lezen was de straf is? Sinds we uit China zijn, kennen we de zaak. Dus nogmaals, ik geloof dat er echt bijzonderheden bij waren. Maak je zich druk in het land tussen? Ja, voor de problemen in het land maak ik me druk, ja. Over deze zaak? Over deze zaak zien we, het moet nog komen. Kijk, een verdachte die ontkent, die gaat natuurlijk nooit bevestigen dat hij een voorbedachte raden had. Die voorbedachte raden die wordt afgeleid uit feiten en omstandigheden. En in dit geval is het feitenmateriaal overweldigend. En kan wat mij betreft geen andere conclusie getrokken worden dan dat deze 15 slachtoffers met voorbedachte raden gemarteld en geëxecuteerd zijn. En die conclusie heeft dus de procureur-generaal keihard en zonder enige twijfel getrokken. We zullen nu dat pleidooi houden en het requisitor ontzien. Oké, heeft u nog een verrassing? In het pleidooi gaat u dat merken, ja. Gaat u een tipje van de sluier leggen? Nee, nog niet. Laten we rustig wachten op het pleidooi. U hebt het gemerkt in de verstekzaak en in de verzetzaak. Dat we wel wat verrassingen hebben. Want, en waarom heeft u wat extra tijd nodig? Dat u die 2 maanden heeft gevraagd? Omdat het gaat om 5 verdachten en het gaat om een requisitor van bijkans 60 pagina's. Uit het strafdossier alleen al blijkt dat de verdachte Bouterse, om het in gewone taal te zeggen, damn guilty is. Wat ik zelf hier heb meegemaakt aan getuigenverklaringen enzovoort in de verschillende zittingen van de krijgsraad en van nu in het hoge beroep, kan ik alleen maar zeggen dat ik die conclusie helemaal onderschrijf. Uit alles wat naar voren is gekomen blijkt dat de heer Bouterse en de overige verdachten, naar mijn bescheiden oordeel, schuldig zijn aan wat hun ten laste is gelegd. Namelijk het medeplegen van moord op 15 weerloze slachtoffers. Amen. 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 Dag mijn schaar, dag mijn trolie, dag mijn troma. Ik ben getrouwde man. Ik ben getrouwde man. En nu was mijn effacing. En nu was mijn effacing. Je was fout en ik was aan volop. Ja, ga laat me staan. Ja, baya, Mikado. Nou, wat ga ze me nemen? Met dek kom. Met dek kom. Met wacht die ding. Met dek kom, met wacht die ding. Met dek kom, met wacht die ding. Ja. Met dek op, we're walking in!